En goedemorgen nog. Ja, alweer heel wat gebeurd, zeg maar. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is woensdagochtend, 11:47. Het is 7 maart. En ik zou zeggen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wat de dag ons brengen gaat, weten we niet. We weten wel wat we al hebben gehad. Ja. Vanwege die spiegels ben ik op sneup geweest. In de schuur. Naar de lijmpistool van mijn man. Nou, ik kan hem niet vinden. Misschien kijk ik eroverheen. Ik weet het niet. Ten tweede, telefoontjes gepleegd. E-mails, belangrijke e-mails binnengekregen. Die uitgeprint. Samen met mijn begeleider. Want ging een beetje mijn pet te boven. Dus die helpt me daarin mee. En dat komt allemaal goed. Daar ben ik blij mee. En straks dan krijg ik eventjes weer hulp van Karin, mijn liefhebbende dochter. En dan gaan we weer een GoPro bestellen. Ja, dan kun je wel zeggen, ken je dat niet alleen? Nou, ik kan af en toe niet op die site komen. En dan weet zij die foefies te bewandelen om het wel te kunnen. Dus ja, hoe dat kan, we weten het geen van beiden, maar het is nou eenmaal zo. Dus krijgen we straks weer een GoPro in huis. En dan hopen dat die wel langer mag blijven leven. Ja. Dat, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van deze vlog. En ik hou jullie van alles op de hoogte. Doei doei. Zo, en daar gaan we weer. Eventjes een lijmpistool erbij halen. Etcetera. Spiegels moet ik hebben. Maar het belangrijkste is geld. Zo. En Pokémon. Ballen halen. Ik heb bijna niks meer. Dus als ik ergens stop, dan hebben jullie pech. Ja. Hier kan ik langs doorrijden. Die heb ik. Nou, ik kan bij die andere misschien ook doorrijden. En met aangepaste snelheid. Ja, jullie zien ze niet. Nee, je ziet ze alleen nog op je mobiel als je Pokémon speelt. Weer eentje. En dan dat, die winkel met die toren erop is er ook een. Die staat hier aan de rechterkant. En dan gaan we weer up. Hebben we er weer twee. Nou, dat stonk ook best. Jeetje. Ja, ja. CNA is toch voordeliger? Ja, ja. Ook niet altijd. Leg eraan wat je zoekt.
kindertjes toch wel. Kleine kindertjes wel. Mag van mij. Daar kan ik niet bij. Die kan ik wel bij. Dat is deze. En dan gaan we hier al in. En het is hier warm. Lekker warm. Ja, dat staat leeg, helaas. Niet meer goedkope sieraden te koop. En food en food. Oh, helemaal weer opnieuw ingeruimd. Aha, soms. Nou, soms. Is only en soms. Oh, nou, oké. Dus Jack is weg. Jack en, ja, weet ik veel. De ene kledingwinkel eruit, de andere erin. Jongen, nog aan toe. Hopla. Sesam, open nu. Dank u. Ik moet daar zo wezen. Ja, daarom. We laten nog wel wat inzitten. Ja hoor. Ja, dat is makkelijk, hè. Je gaat gewoon hier naartoe en je krijgt. Ook niet altijd. Ook niet altijd. Ja, natuurlijk. Zo, even opruimen. Kijk, en daar zie ik wat leuks. Paastakken. Dat, even kijken wat ze kosten. Want dat moet ik nog hebben. Ja, ja. Dat moet ik nog wel even hebben. Dit zijn tenminste echte, dat vind ik veel mooier. Enkel, hoe het is, gewoon 2 euro maar. Dat is toch niet geld? Of wel? Of wel een bos pakken. Zo groot moet er zo verzocht dan weer niet te zijn. Hup. Ik moet even. Zo. Zo, dan gaan we hier naartoe. Zien jullie nog wat? Ik hoop het. Ja, ja. Wat is dat? Hé, daar weer net niet. Oh, wat stonden. Doe ik het zo.
O ja, dan moet ik ook nog achteraan. Dat is beter hoe je komt eraan. Kan je erbij? Die takken? Oh, moet ze toch nog omlopen? Mag je gelijk dat tientje pakken? Alsjeblieft. Ja, ja. Wordt het zelf gemaakt? Ja, ik had nog gehoopt dat ik nog 2 euro los had, maar nee, helaas. Wel 1 euro en een paar 20 cent, maar... Dankjewel. Nee, het gaat in een vaars. Het krijgt wortels. Kan je het normaal in je tuin zetten, maar ik wil geen boom in de tuin. Ja, en goed ook. Ze zijn zo goed en zo mooi. Nou, doei doei. Die kant op. Hoe lopen de takken zo wat weg? Die kreeg ik net even op tijd op. Maar dit zeg je bij de bloemist hebben ze ook wel. Toen waaide ze zo wat weg. En dan wil de tas niet meewerken. Ook dat nog. Zo. En dan gaat hij tussen mijn benen in. Hoppla. Hop, 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 hop. Hop, hop. Zo. Zet de voet erop. Kan er niks meer mee gebeuren. Ja, hier leg een tak op de grond dan. Ja, die zijn duurder. Ja, bijna 6 euro. En mijn hoelau. Die takken zijn duur. Het waait hier nogal. Ja, dat heet je hier ook, hè, in deze stad. Er is altijd wel een wind. En dan gaan we weer naar Xenos toe. Ja, naar Xenos. Ik moet spiegels hebben, ik moet lijmpistool hebben. Het heeft wat. Zo. Hier doen we het nog steeds. En dan hebben we de Xenos alweer. Dan maar even wat langzamer. Ja, wat willen we? Dat zit ik niet door. Ja, het stond in mijn mandje, die takken, maar op de hoek bij de bloemist waaide het zo wat weg. Ik dacht, oh, de gekke takken zo wat. Ik kon net op tijd opvangen. Zo, nou, kijk, ik moest even zien. Ik moet bij de lijn wezen. Hoe kom ik daar 1, 2, 3? En dit draait ook voor geen meter met die takken zo.
Ik moet even mijn zonnebril af. Ja, laten we die maar even in de tas doen. Dat gaat dan een beetje beter. Dan zien we wat meer. Toch? Sorry. Oh, nou die takken even aan de kant. Weet ik veel hoe. Ik moet die kant op. Daar moet je naartoe. Ja, rechtdoor zoals die gaat. Wat is dit? Weekaanbieding? Oh, hoeft niet. En dan moet ik naar de Vibra moet ik. Bij de kaarten kijken. Ja, daar heb ik even hulp bij nodig. Ik weet niet waar ik dat kan vinden. Maar eerst de lijmpistool. Die hebben we. Dat is één. Die heb ik. Die is gewoon dezelfde. Maar nou heb ik... Oeh, ik weet niet, haakjes of zoiets nodig om schilderijtjes of spiegels op te hangen. Ik weet dat hij die wel heeft, maar waar? En dan denk je... Dat zijn schilderijen, tenminste doeken. Wat is dit eigenlijk? Ik zie niet wat het is. Oh, ook kraaltjes. Dat is niet echt veel. Maar ik... 1 plus 1 is... Ja, dat hou ik wel bij de Vibra. Vind je het goed? Ja. Even denken. Ik moet toch iemand hebben. Iemand hebben die mij even kan helpen. Ik zoek van die dingetjes die voor een schilderijtje om op te hangen. Van die driehoekjes met zo'n plakkertje. Ja, maar anders vind ik er vast alleen. Ik denk toch wel dat ze dat hier ook hebben. Het is ook hobby allemaal, dus... Dat zijn pinnen. Iets vast op prikken. Smoothiebekers. Nou. Ik moet achteruit weer. En dan moet ik hier langs. Zo. Ja, dan komen we ook bij de spiegels. Ja, de ronde zie ik al. Oh ja. Oh, dat is één pak. Die zet ik even daar neer. Op de grond. En dan... Daar. Pak ik de grote weer op. Die zet ik in de tas. Bier voor weg. Kleintjes. Bier ook even weg. Zo. En ik vind dat zo lief. Zo. Ik vind die zo. Dat is toch mooi, dat modelletje. En die is ook duur, hè? Dan heb je er maar eentje. Die is voor exclusief, die wordt dan ook wel veel duurder. Maar dat komt wel. Niet nou,
Dat is, dan maak ik in eerste instantie voor mezelf. Zoiets. Nou heb ik nog niet het andere. Ik ga erom vragen. Ik zie nog niemand. En ik zit te vechten met mijn ringen. Nou, dan gaan we eens even op zoek naar iemand die meer weet dan dat ik weet. Maar dan moet ik wel eerst die iemand zien te vinden. Dan moeten we weer heel langzaam. Zo. Had ik een tak voor je? Ik weet het niet. Ik moest even op andere dingen letten. Dat zijn geen hulptroepen. Allemaal bochtjes. Allemaal bochtjes. Allemaal bochtjes. Ik moet toch bij je kunnen komen, hè? Zo gaat het ook niet, want dan kan ik niks beginnen. Regent het daar of sneeuwt het daar nou? Nou, het is in ieder geval slecht weer, maar hier niet hoor. Het zonnetje schijnt. Ja. Ja, ja, ja. Moet je niet zwaaien. Moet je niet even zwaaien. Zit maar aan te kijken. Alsof ik een wereldwonder ben. Boefie. Nou verkopen jullie hobbyspullen en al en niet van die dingetjes, van die driehoekjes met een plakkertje eraan om op een spiegel of een schilderijtje te hangen. Dat is één. Kijk, die willen moeten toch ook opgehangen worden? Ja, maar dat zit erbij. Zit dat erbij? Oh, heb ik nog niet eens gezien, want ik ben met namelijk bezig. Ik versier ze. Ik heb nou ook sinds gisteravond een groep opgericht. Ik verkoop ze ook weer. Want, met schelpen, met bloemen, met kraaltjes. Dan verkoop ik ze dus ook weer. Want ja, mijn geld zit erin en als je iemand dat wil, ja, dan moeten ze er wel voor betalen. Oké, ik heb ook al een paar weggegeven als geschenk. Als cadeau. Er zitten plakketjes achterop om aan de muur te plakken. Oké, dat zit dan zeker onder dat schuimplastic of zo? Ja. Aha, oké, ik heb het nog niet weggegooid. Want ik zit me eigenlijk ook te bedenken, hoe moet ik die spiegels opruimen als ik ze gemaakt heb? Kijk, ik gebruik ze zelf ook als plateau. Ja. Ik heb er eentje op de eettafel leggen, waar mijn suikerpot, melkpot en mijn koffiepot op staat. Ik heb toch melkpoeder en oploskoffie staat erop. En op de salontafel ik er eentje leggen. Daar heb ik momenteel weer een vaasje op. Maar je kunt hem voor veel doeleinden gebruiken. Ja. Zoals ik ze maak. Nou, dat is het. Dat komt hier niet vandaan. Ja. Oh, mijn bril.
ja. Kijk eens aan. Ja, want ik had gisteren had ik ook al zo eentje gekocht. Maar als je ermee bezig bent en je hebt er zo'n staaf erin. En hij is afgekoeld of wat dan ook, maar kan je hem er niet uitkrijgen weer. Nee. Dus ik moet er nog. Ik heb er nog een keer eentje nodig. Want je wilt door blijven gaan. En dan kan ik niet doorgaan, want ik wil ook met dat glitterspul bezig. Dat heb ik gisteren ook bij gekocht. Die glitterlijn. Nou ja, dan hoef je er verder niks op te versieren. 24, 6 maart 30 en 20. Oké, dankjewel. Dus ja, in de groep. Die heet Mijn Spiegelparadijs, schuine streep, en dan in het Engels. Hoe heet de spiegel ook alweer? Nee, ja, zoiets. Juist. Zo heet hij. Dus je bent van harte welkom. Ja, ik heb meerdere groepen hoor. Dat is niet de enigste. Zoals de 50-plus groep is voor mij, de club van de 50-plussers. En daar heb ik over de 16.000 leden op. Maar ja, ik doe het niet alleen, want dat kan ook niet, want ik zit ook nog in een rouwproces. Vorig jaar februari mijn man overleden, vorig jaar november mijn schoonmoeder overleden. En voor mijn man heb ik nog niet eens verwerkt, omdat het op een rot manier is gegaan. Dus ja, en dan zit ik op YouTube. Ik vlog. Ja, ja. Vraag maar aan. Oh ja. Ja, die moet je wel meenemen. Ja. Je mannelijke collega, hoe heet die ook weer? Ja, die jongen. Thijs. Ja, en zijn moeder, die weten het. Ja. Ook al. En die volgen me ook. Dus als je het wil weten, vraag je het even naar Thijs. Ja. Die mevrouw in die leuke boeken met die bloemetjes. Die zit op YouTube. Hoe heet ze? Help me. Ja, ik heb patrozen ook nog eens een keer. En dan wil het soms wel eens niet. Zo. Nou kun je naar jullie niet meer wegwaaien. Ik had ze voor in het mandje. Ik had ze bij Albert Heijn gekocht. En verdorie, ik kom om de hoek heen. Van bij de bloemist daar ging. Ja. Waaide ze wat uit mijn mandje. Ik kon het net op tijd opvangen zo. Nee, ze zijn wel duur dit jaar. 2 euro die patakjes. Ja. Dat vind ik nog wel wat. Ja, nou, oké, meis. Bedankt, hè. Doei. Ja, misschien wat verder. Nou, dan moet ik dus op zoek. Misschien hun blokker. Bij blokker. Gaan we even kijken. Die is trouwens ook veranderd, blokker. Die heeft geen trap meer. Ze hadden vroeger een trap. Ja, niet meer dus. En dan weet ik de hele indeling niet meer. Gaat goed hier, maar niet heus. Even mijn zonnebril opruimen, daar. Ja, die hangt altijd voor jullie. En dan moet ik even zien hoe dat hier ook zit. Want ik weet het echt niet. Want het is allemaal zo veranderd nou. Alles wordt maar kleiner en kleiner en straks hebben we geen blokken meer. Is het ook op internet. Zo'n hekel eraan. De ene kant heb ik hekel aan internet en de andere kant weer niet. Ik moet zoeken. Ze hadden wel altijd spulletjes. Maar niet veel. Ze hadden wel dingetjes. Het stond altijd bij de kar in de buurt, maar ik denk nou ook niet meer. En die palen allemaal. Oh. Ik ga het vragen, denk ik. Vroeger hadden ze dat wel. En dat weet ik, want ik heb het hier wel eens weggehaald. Maar ik denk dat het nou niet meer is. Nee, en ik weet ook niet eens niet hoe ik nou weer naar voren kan komen. Met die... Het is allemaal zo krap nou. Zie je? Je kan niet eens niet... Ik denk dat ik hierin ga. Even de bot wat groter. Ja, dat gaat. En dat tussendoor, laten we het hopen. Oh, dat wordt steken denk ik, of niet? Nee, dat kan krek.
Wow. Vroeger hadden ze er wel, die dingetjes. Want ik heb ze wel eens weggehaald vroeger. Maar ja. Nou, niet dus. Hebben ze niet meer. Hebben ze niet meer. Kun ik er hier uit? Oh god, nee, dat gaat niet, denk ik, of wel? Hier dus niet. Ik heb genoeg gezien. Hier is dat niet meer. Bleh. Nou, dan gaan we mijn zonnebril weer opdoen. Even stoppen, anders lukt het niet. Ja, maar ik koop het toch expres wel. Ik weet maar nooit. Dus ik kan wel zeggen dat het erin zit. Maar ja, straks heb ik het iets voor wat anders nodig. Dan heb ik niks. Hoi. Hoe gaat ie? Ken ik je goed? Ja, de boot. Ja. Oké, van het museum. Ja. Ja! Maar met je petje op en nee, je zonnebril. Nee, ik weet wat dat er gaat veranderen. Ik heb geen... dat ik ben niet zo mager meer. Nee, ik ben best voller geworden, ja. Oké, ja, ik zie het nu wel. Ja, het toont heel anders. Ja, uiteraard. Ja. Hoe gaat het? Ja hoor, goed. En met jou? Naar omstandigheden redelijk. Maar ja, ik heb net een rot weekend achter de rug. Om mijn man die was net een jaar weg. En mijn schoonmoeder is 9 maanden en 2 dagen later dan mijn man ook overleden. Dus dat was in november. En daar was ik ook bij. Heb ik haar dood geconstateerd. Ik heb zelf die zuurstofmasker van eraf gehaald. We moesten ook zelf beslissen of we door zouden gaan met beademing en medicatie of niet. Maar het had geen zin meer. Ze lag in coma. Ze reageerde nergens meer op. Ja, wat moet je ermee? Dus... Ja, dat zou... Nou ja, en ik ben met een hobby bezig, dus ja, ik speel nog steeds Pokémon. Ik vlog. Zelfs zonder weg. Ik vlog, ik vizier spiegels. Ja, ja. Oké, okay. Nou dat is goed dat je lekker bezig ja, bent. Ja, en plaatjes maken op mijn pc. En groepen beheren. Ik heb een heleboel groepen op Facebook. Oké. Okay. Dus... Nou, dat is goed als je zo actief bent. Ja, daarom. Ja, en ik mis mijn broertje natuurlijk ook, hè? Ja, joh, uiteraard. Ja, trouwens, iedereen wie die weg is gegaan, in, dat je, als je jong bent nog, dan mis je iemand wel, maar je komt er eigenlijk overheen. Maar naarmate je ouder gaat worden, wordt het gemis weer erger. Nou, het is minder makkelijk, nee. Als je jong bent, heb je nog energie om andere dingen te doen. Ja, nou ja, ik... En als je ouder bent, ja, dan... Ik heb genoeg energie nog wel, maar mijn lichaam die kan niet altijd aan. Ik kan niet ver lopen, kan niet lang staan. Dus ja, dan zoek je toch dingen wat je wel kan. En dit geeft mij voldoening, het is leuk. En ik ga het ook verkopen, dus ja, het zijn hele leuke spiegels. Met schelpen, bloemetjes, pareltjes, dus bling bling. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb dus Facebook aangemaakt. Op de vlog maak ik een reclame. Nu ook weer, want ze horen het wel.
Dus ja, als ze willen bestellen, doen ze me via Facebook. Oké. Mijn plaatjes, niet mijn plaatjes Paradijs, dat is mijn andere groep, Spiegel Paradijs. En hoe heet de spiegel in het Engels? Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Mirror Paradise. Oké, dus in twee talen. Ja, met zo'n schuine streep ertussen, weet je wel. Ja, helemaal internationaal. Ja, ik heb het ook internationaal. Over de hele wereld, dat ja. Tuurlijk, en ik heb een moderatrice heb ik achter me. Die kent goed Engels. Dus die helpt daar weer in mee. Dus, ik had ze legt vandaag in een ziekenmandje, want ze is gisteren knock-out gegaan. Ja. Niet door dat ze zwaar is, maar gewoon door haar eigen energie. Dat ze zit onder een blauwe plek, dus ze is echt even buiten de wereld geweest. Ja, dat is ja. Dus ze had te veel hoorden voor ik genomen, te veel dingen gedaan en de kasserij ook niet. En dan gaan ze dus ook doen. Ja, absoluut. Maar ja, ik laat even kwart over. Ik moet weer naar huis, want ik krijg om 3 uur visite. Oké, ik moet ook weer verder. Daarom. Hey, even nog aan mijn rust. Ja, dan hoop dat ik je weer eens tegenkom, schat. Ben je hartstikke actief? Ja, ik ben wel actief, ja, want hier speel ik Pokémon op, hè? Op de mobiel. Ja, maar moet je niet al rijden doen, toch? Al rijdend. Dat vind ik gevaarlijk in het verkeer. Ja, ik zal wel zeggen, in het verkeer moet je. Ja, en ik ken het thuis aan de eettafel en zelfs op bed ken ik Pokémon vangen, dus. Nou, meisje, ik zie je lieve schat. Doei! Zo, dat was een hele oude bekende. Wow! Nou, nog even bij Big Bazaar naar binnen. En dan toe Hauser. Even in zijn 1. Ja, doch. Oh, Marloes. Ook dat nog, Marloes. Dat mag. Ja, ik moet even nog bij Big Bazaar naar binnen, bij jouw werk. Want ik ben nog even iets aan het zoeken. Ik zie je zo. Die uit, die weer aan. Nou moet ik naar binnen. Eventjes naar binnen. Dat gaat ook maar net met die karretjes. Bah. Oh, ik dacht dat het tegen mij was. En ik rij in zijn. Ja, is goed. Nou, dan moet ik eventjes vragen waar dat ligt. Ik hoop dat ze het hebben, anders rij ik voor niks naar binnen. En dan hoop ik dat er wel ergens hulp is. Ja, Marloes. Okidokie. Ja, is goed, schat. Ik weet niet waar ik wezen moet. La 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 la. En er is geen hulp, troepen hier. Is er helemaal niemand om te helpen? Kijk, een schilderij moet je op kunnen hangen. Ja, nou die maar. Oh nee, ja, er zit een gleufje in. Aha. Wat is dit? Die is 29 cent. Ik hang een mini fotolijst. Ze is allemaal recht. Ja, nou neem ik toch gewoon alleen nog die rechter mee. Voor A3. Voor mijn zware. Maar ik zocht dat niet. Ik zocht die dingetjes.
Die ophangmechanisme. Hoe heten die dingetjes? Ik weet niet hoe ze heten. Ik weet het echt niet. Hoe heten die dingen? Meneer, weet u ook hoe ze heten? Die dingetjes die je aan een spiegel of aan een schilderijtje kan hangen om ze op te hangen aan de muur. Van die plakdingetjes met die driehoek. Ophanghaakjes. Nou ja, ze hebben veel hobby-spullen, ook doeken om te schilderen. Ja. Dus daarom, ik denk, ja. Het is moeilijk zoeken, hè? Zeker. En ik, ze zijn er wel, dat weet ik misschien goed. Misschien bij iets papier gedoe daar. Ja. Anders. Tot zo. Je collega die staat bij me voor de deur, de koffie. Marloes. Dus, nou. Tot ziens, meis. Zo, nou. Ga aan de kant, tak. Takken voor mijn snuffert. Zo. Nou. Op de huizen. Op de huizen. En de bestrating van hier nou. Jullie zakken om. Hup. Goed blijven staan. Doeg. Nou. Zo. Weer is. Is dat het steviger dan dit ding? Ben je blij? Ben je blij? Ben je blij? Is het blij hondje? Is hondje blij? Ja, hè? Ja, dan. Want dat verschilt hier ergens, weet ik voor. Is hondje blij? Oh, zo blij, blij, blij. Ga rennen dan. Kom dan. Kom dan. Kom. Hé. Hey. Ga je weer mee naar binnen? Goed zo, kerel.
Hé, meneer, we zijn dus weer thuis. Zo, daar is hij. Ja, dus we zijn weer thuis. Gosje, dikke doosje, mensen. Waarom die altijd tekeer gaat als ik thuis kom, Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Nee, weten jullie het? Maar nou staat die poten van die camera niet goed. En als ik het goed wil hebben, dan gaan jullie ontzettend bewegen, worden jullie dronken. Wil je niet hebben. Dus, tot zo. Ja, lieve vrienden, ik was weer bezig met een grote ronde spiegel. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. En ik moet wel weten hoe ik mijn camera vasthoud, want er is een poot kapot. Ja. En dus. Ja, dat gaat naar beneden. Dan moet hier nog vastgeplakt worden. En dan pak ik deze even. En die komt zo op. Ja, dat vind ik leuk. Ik heb net een visite gehad. Oh, oh, die poot. Ja, hij is gedoekt, die poot. Dus ik moet weer even een andere pakken. De poot van het statief. Ja, die is kapot. Maar in ieder geval, ik ga er mee door. Ik zal er zo meteen even licht bij toveren. En als die af is, laat ik hem natuurlijk weer zien. En ja, ik moet even weer zoeken naar mijn andere statief en die er ook even aan doen. Ja, want dit gaat zo niet. Dus met deze camera neem ik jullie niet meer mee op mijn scootmobiel, want dat gaat niet. Nee. En degene die willen hebben dat ik van mijn eigen kanaal afga van YouTube. Nou, die bekijken het maar. Laten ze dan zelf van hun kanaal afgaan. Dan heb ik ze ook geen last. En anders kijken ze maar ergens anders. In plaats van mij te willen sarren, grof gezegd. Laat me niet klein krijgen. Doen jullie niet? Doe geen één niet. Punt. Het is mijn kanaal. En als ik daar wil zitten, dan zit ik daar. Net zoals ieder ander. Er wordt dus gezegd dat ik te oud voor ben en dat ik de kanker kan krijgen. En weet ik veel, als het mooi en lelijk is wat mij gezegd. Nou, hallo. Kijk eerst eens even in de spiegel. Verbeter de wereld. En begin bij jezelf. Ja? En heb meer respect voor een ander. En zit een ander niet af te zeiken. En gedraag je als een normaal waardig mens. Kan je dat niet? Blijf dan zelf bij je toe weg. Lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ja, het is bijna 6 uur. Daar loopt het tegenaan. En degene die dit hebben gehoord of zullen zien. Het is niet voor mijn trouwe vrienden bedoeld, maar voor degene die ook hier en daar ertussen staat en dat ik maar moet verdwijnen enzovoort, die mij dus dit toewensen allemaal, daar is het voor bedoeld. Ik laat me niet klein krijgen, toch geen één. En ja, ik zou zeggen voor straks lekker eten. Een fijne avond en tot straks maar weer. Doei doei! Ja, lieve vrienden, mijn spiegel is klaar. Ik hoop dat jullie het wat kunnen zien allemaal. Ik ben er heel erg trots hoe ik dit voor elkaar heb weten te krijgen. Ik denk dat een zijdebloem is het niet beter had kunnen doen. Nee. Ik ben zo super trots met deze. Dit is echt een van mijn mooiste tot nu toe. Vind ik. Maar wie ben ik? Ja, ik weet het niet. Maar spiegeltje 2 ligt klaar. Ik had deze ook al in de nieuwe groep gezet. Even de doekjes aan de kant met het boeketje op de hoek. Ik ga nou. Ik heb twee lijmpjes erop staan, enkel die is nou uit, die staat af te koelen. Maar hier ga ik nou glitterlijm in en ik probeer er dus een klein zigzagrandje eromheen te doen. Ja, lijkt me wel leuk.
Dus misschien hier en daar een kraaltje. Ik zie wel. Ja, dan wordt het denk ik toch een donkere kleur. Ik denk die paar. Ja, ik moet even zien wat erbij staat. En dus, maar dat zien we zo meteen wel. Dus lieve vrienden, daar ga ik dus even mee verder. En daarna is het opruimen en voor mooie zorgen en voor mezelf zorgen. Ik moet even aan die rotpoot denken. Zo, dat ik moet er eventjes om zelf denken. Eten, etcetera. De tijd gaat ook door. Het is al bijna 7:30. En ik moet er nog mijn eigen glasplaat nog even weer maken. Want die is ook stuk gegaan weer. Dat met secondenlijm. Deze spiegel. Daar heb ik Eero. Nou, wil die niet eens. Daar behoort hij te leggen. Even met andere lijm weer vastplakken. Maar ach, het legt wel eventjes. Dus komt goed. Ik ben in ieder geval er blij mee. Ja. Ik dacht dat ik het zag bewegen. Maar toch niet. Daar zit er een. Daar zit er een. Ja. Hallootjes, meisje. Hey. Maar oké, ja, ik zou zeggen, degene die net zo laat zijn als ik, eet smakelijk allemaal en tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, en ik heb hem nou klaar, hè. Ja, sorry voor het licht wat jullie erin zien. Dat boeketje, dat zat er al op, had ik er gisteren al op gedaan. Maar ik heb nou met dat glitterlijm gewoon een vliertje getrokken en hier en daar een wit pareltje. En dat, ja, ik vind hem heel leuk gelukt. Het is meer een kinderspiegeltje geworden voor kinderkamer, meisjeskamer, vind ik zelf. Maar ook die mogen graag optutten, dus waarom geen spiegeltje? Ja toch? Ik vind hem leuk hoor, een beetje roze, dus echt een meid. Ja, en ik had dus twee pistolen erin, twee lijmpistolen. Die legt nou af, die is zelfs voor het koud, die legt nou af te koelen. Maar ze vallen om vanwege het snoer, ja. Het snoer, dat krult alle kanten op, behalve de roeien. Maar in ieder geval, ik ben er wel blij mee. En het is straks even schoonmaken en dan is die ook klaar voor verkoop. En ik verkoop vanaf 5 euro. Ja, plus verzendkosten en verpakkingskosten. Want dat heb ik allemaal niet. Moet ik allemaal aanschaffen. Dus ja, dat mag je dan ook. Je mag er ook zelf wat voor over hebben. Dus als je wat wilt, moet je ook er wat voor over hebben. Zeg ik maar. Even niks, gaat de zon op. En de spiegel zelf is vanaf 5 euro'tjes. Ja. Dus vergroot. Verklein, hè? Sorry, verklein. Nou, zo'n grote. Dus kleine vierkante of een grote ronde. Dus ja, ik vind het mooi. Ik kies ervoor vele doeleinden gebruiken. Plakketjes erachter. Je kunt ze hangen. Daar ligt er ook nog eentje met schelpen eronder. Die schelpen. Nou, je kunt ze ook neerleggen. En een kaarsje erop. En voilà, klaar. Zelfs deze spiegel, dan zit je gewoon hier ongeveer die kaars neer. En dan leuk op tafel, gezellig, even een bloemetje met een lichtje erbij. Ja, dat kan allemaal. Hé, Woefie? Ja, hè? Zeg maar, joh, ik lig te slapen, laat me met rust. Maar oké, ik zeg tot vanavond. Ja. En wat denken jullie wat? Ik deed vanavond het licht aan. Ik denk, wat is toch donker? Ik ben dat niet gewend. Maar ja, normaal heb ik dat lampje daar in de hoek veel zachter staan. Dus ik vond het zo donker. Ik denk, wat is dit nou toch? Ik keek omhoog. Die tak niet aan. Dus ik met mijn AB weer proberen en doen. En nou,
niks wou. Dus met andere woorden, ik kan die tak naar beneden halen. En die zit daar in het stopcontact. En die kan ik naar beneden halen en ik moet naar de zolder toe. Om nieuwe kerstverlichting op te sporen. Die erin kan en dan moet ik dat weer doen. En dan weer daar naartoe en dan weer daar in. Ja. Niet leuk. Nee, nou heb ik die vellen moeten zetten, want dat zet hier geen licht. Maar in ieder geval. En daar is een kleine belhamel die daar op de bank zit. Want die denkt dat zij de planten te eten zijn. Nou, mooi niet. Daar heb je vanaf te blijven. En ook de echte planten. Ik heb een, ik heb een plantenbakje. En een plant. En bloemen. En ik heb paarstakken die ik nog versieren moet. Maar deze dame moet van die hoge zijde plant afblijven. En dat zet ze net aan. Hé, meisje. Mag het niet? Ja, en ik heb die plant, dat is de echte. En dan heb ik sinds vandaag paarstakken gekocht. Die moet nog versieren. Dat komt dus wel. Ja, en het hondje is buiten. Maar dat zien jullie niet. En dan heb ik die mooie bosbloemen van Chrissy gehad. En daar heb ik nog een plantenbakje staan. In de hoek. Die heb ik vanaf de kerk gekregen. Dus hartstikke lief. Ja. Ja, en daar liggen de spiegels. Ik weet even nog niet waar ik ze leggen moet. Hè? Nee, ik moet ze opruimen. Maar waar? Dat zit ik allemaal nog te bedenken. Dus ja, en ik heb net even foto's gemaakt. Want ja, oké, ik heb zelf ook die spiegels. En daar in mijn herdenkingshoekje ligt er ook één. Op de salontafel ligt er één. Ja, dus dat komt allemaal wel goed. Mag ik hopen. Ja, dat... wie weet. Ik weet het niet. Nee. Ik heb koffie staan. Daar ga ik van genieten. Ik ga goede tijden, slechte tijden kijken. Daarna kijken wat er verder komt. Ik moet nog een plaatje voor iemand maken. Die zijn hondje, tenminste zijn. Dat echtpaar, hun hondje is overleden. Daar moet ik een plaatje voor maken. Ja, dus... probeer mijn best te doen en meer dan dat kan ik niet doen. En dan moet ik deze vlog nog in elkaar zetten. Dus ja, en morgen komt mijn huishoudelijke hulp niet. Nee, die komt op haar vrije tijd. Omdat ze morgen niet kan, wanneer ze eigenlijk vrij is, komt ze bij me. Hoe vind je dat? Reden zeg ik niet. Gaat een ander niks aan. Nee. Dat, er zijn meerdere dingen aan de hand. Ik heb een paar rotberichten gekregen vandaag. Dus ja, niet zo fijn. Dat ik hoop dat het allemaal weer goed komt. Daar bid ik voor. Daar vraag ik God kracht voor en genezing voor. Maar voor nu zeg ik tot strakjes. Ik kom nog eenmaal terug. Daarna komt het in de vlog terecht. Doei doei, tot straks. En een hele goede avond, nacht, ochtend, lieve vrienden. Ja, helaas is de dag weer ten einde gekomen. Ook zo voor ons, mijn diertjes en ik. Dat we gaan straks lekker naar bed toe. En daar deze dag ten einde is gekomen, is ook zo deze vlog aan zijn einde gekomen. Dat ik zou zeggen, ik hoop dat jullie met veel plezier naar deze vlog zullen kijken weer. En ik zeg tot de volgende vlog, maar ik zeg ook, welterusten lieve vrienden, slaap lekker met mooie dromen. Laat ze ook maar eens proberen uit te komen, ja. Dat mag ik ooit hopen, hè? Dat mijn dromen uitkomen. Maar dat zit er denk ik nooit in. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht.
Doeg allemaal!